Maar wat is jou, als je er nu op terugkijkt, dat is al een tijdje geleden, maar is er een mooiste tijd geweest in jouw actieve carrière in Limburg? Ik heb best veel clubs gehad natuurlijk. En dat alle vier de Limburgse clubs bij elkaar komen, dat is puur toeval. Alleen het heeft ook te maken natuurlijk, ja, weet Maries ook. Als je bent wel quizvraag nummer 1. Elk jaar door. Alleen ja, als je scoort, dan heb je vrienden en dan ben je gewild. Ja. En bij VVV had ik het geluk, die hadden ook de ambitie. Hij Berde sprak dat toen destijds ook uit. Ik wil kampioen worden. Ja. Nou ja, toen zat ik bij Roda, mijn tweede jaar, 2005, was ik 33 geloof ik. En ik was gewoon zo fit nog en ik wilde... Je bent wel veranderd, vind ik. Zo, ja. Het is die lampen zijn nog wel fel. Normaal heb je zwarte haar, maar ja. Die lampen zijn nog wel fel. Ja, schilderig. Bijna kerst, hè. Ja, dus een beetje mager. Maar dit is waarvoor ik naar Venlo ben gehaald, voor die beker. Ja, maar ploegen die jou binnenhaalden, haalden gewoon een echte goalgetter binnen. Dat vind ik toch iets, dat heb je bij heel veel ploegen waargemaakt. Dat is gewoon compliment. Ja, maar wel op latere leeftijd. En ik weet, dat zal dan wel zo zijn. Want ja, toen ik bij Roda zat, begon. Dan denk je dat je alles weet. Dan ben je jong en je wil wel, maar je kan het nog niet. Dat denk je, maar dat is niet zo. Ja, dan krijg je interviews waar je denkt van, hoe heb je dat kunnen zeggen over Huub Stevens, weet je. Ja. Toen de tijd. Alleen dat is jonge onbezondigheid. Mannen, en dan, alleen dat er gebeurt. Alleen, Je hebt voornamelijk in de eerste divisie gevoetbald ook. Hè? Ja. Het gros. Hè? En we hebben het er vaker wel eens over een Gladon en ook dadelijk over Sierhuis, dat je wel heel erg goed geweten wat je goed kunt. En ook vooral wat je niet kunt. En hij was van de eerste divisie, was hij altijd of topscorer of dat vlak tegenaan. Ja, en dan haal je altijd een garantie voor doelpunten. Ja. Maar hij weet ook hoe verder je van het doel komt afvoetballen, hoe minder je aan de legendair toen hij iets rijper werd, was hij ook een echt slim spitsje, vond ik. En, toen mijn laatste jaar bij Jurgen, had ik gewoon een plan met hem. Echt van, hij zegt, Dirk, als wij daar en daar heen moeten, ik ga jou niet de middenlijn zetten. Maar dat kun je niet aanlopen. Nee. Ja. Ik begreep dat. Dat is ook met toen elkaar wel, communiceren. Maar begin van je maar als je 21 bent en ik denk, ik kom van Den Bosch naar Roda. En denk, hallo, ik ga spelen. Toen waren er nog een paar beter. Ja, en dan ga je rare dingen roepen.